Daar zijn we weer. Het is donderdag, 7:00. Nog steeds bloedheet hier binnen. De dag zit er bijna op. Als het goed is, is er weer iets moois onderweg. De vrachtwagen kan hier elk moment arriveren. Waar komt er binnen? Een BMW X5 2015. Volledig M uitgevoerd, zoals jullie van ons gewend zijn. En natuurlijk iets passend bij de weer, een BMW 435 Cabrio. Dus voor degenen die het ook lekker warm hebben, komt er weer een mooie Cabrio aan. We zullen eens even buiten gaan kijken. Dan zullen we de nieuwe voorraad eens in ontvangst nemen. Momentje. Volgens mij hoor ik daar in de verte dat een dikke V8 ronken. Ik denk dat onze teken van Benedict er al bijna plaats van bestemming is, want ik hoor hem aankomen. De teken die zorgt er altijd voor dat die wagen zonder beschadigingen en zeer secuur worden afgeleverd. Plaats van bestemming, een van de leukste Friezen die ik ken. Ik ken er ook maar 3, dus heeft hij misschien ook wel een voordeel aan natuurlijk. Maar volgens mij komt dit. Kijk eens, daar is hij. Prachtig span. Toch eigenlijk wel leuk. Dat verveelt nooit. Hier die zilvergrijze X5, die gaat hier gelost worden. En bovenop die 435. Dus dat zal nog wel even duren voordat alles op de pootje staat hier. We zullen eens even gaan kijken. Teken. Ben je weer op filmen? Daar is hij weer. Daar is hij weer. Allemaal mooi spul. Hey, hoe is het? Goed, goed. Mooi. In 2015 BMW X5 30D, 258 pk, M-pakket erop, met de M-performance afwerking, interieur, Alcantara, leder, een virtuele cockpit. Carbon fiber interieurlijsten, dashboard volledig met leer bekleed. Wat ik al zei, de virtuele cockpit. Mavi Professional. Stamp Heizung. Weer mooi compleet. De volgende. Ja, de wielen. Dat is altijd een beetje een kwestie van smaak. Dit is zeker niet de mijne. Maar daar gaan we zeker iets aan doen. Een paar mooie M-velgjes erop. Een paar maten groter. We zullen vandaag met deze even gaan proberen. 435 Cabrio, 2015 ook. 306 pk, een twin-power turbo, benzine en meer een naamkapket, sportleder, wegendienst,
Black Sapphire Metallic. Heerlijk auto. In de winter een mooie strakke coupé-lijn. In de zomer een gave cabrio. Vorig was een mooie hardtop. En performance remmerij, mooie audio accenten. Even de binnenkant gaan bekijken. Een mooie dikke sportstoelen erin. Spiegelpakket. Een kilometerstand van 52.000 kilometer. Climate control. Navi Professional. De nekverwarming, nou een beetje overbodig. Mooi in de frisse. Bij de frisse ritjes kun je toch die verwarming in je nek aanzetten. Is prettig, zeker wel. Maar nu zeker overbodig. Nou, tot de volgende ronde. We hebben wel wat werk te doen. Een beetje of twee staan ze online. Gepoetst. Juist de wielen eronder. Nou, dat was voor deze keer de sneak preview. Tot de volgende keer.